Oh, dus ik was niet tegen, toch? Ja. Hij is nee, in Onselsdijk bij die andere voetbalvereniging. Nee, staat hij ernaast. Bij Westlandia. Wat een nou, nou. Ja, de bak met de pijpjes. Ah, ik ben heel erg nieuwsgierig hoe het gaat lopen straks. Iedereen nog mooi, schoon en netjes. Dag! Hele, dat weet ik helemaal niet. Nou, dan staan de jongens hier netjes verstopt. En als het goed is, komen we over een minuutje of vijf. Dan ga ik even aan de andere kant van de brug staan. Kijken hoe ze het gaan doen. Ja, ze staan er echt. Pijltje richting de volgende afslag. Kijk maar goed, ik blijf wel bij de... Dan rijden we naar de eerste. Hierheen! Er staat hier een pijl, zie ik. Nou, dan moet je kijken. Oh, heerlijk jongens. Kijk, er zijn de jongens die wat gezien hebben daarnet. Hey, Pieter, wat is dit? Het is chaos onder. Wit, wit. Ja, wit. Zie je dat voor dat wel heel lekker? Er zijn altijd mensen die net even iets meer weten dan ik zelf weet zelfs. Ja, hoor. Wat zijn jullie? Kijk, zie ze ploeteren. Wat een techniek, joh. Terreinbanden hebben ze op. Heerlijk gaat dat, jongen. Zware banden. Ga door. Ja. Daar mag een richtje, Pieter. Kijk, dat gaat lekker, hoor. Kijk joh, zomaar een schone fiets hebben vandaag zeg. Ga lekker jongens. Tandje lichter dan ik jou was. Kees, we slippen het achter joh. Ja, gewest hem. Hey Rudy! Und the gates good? Ja, gaat lekker. Terreinbandjes erop zie ik. Ah, en onze gele Pino. Joehoe! Nou, alle criminelen komen bij elkaar, lijkt het wel. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is weer wat anders. Ja. Mooi toch? Ja, ja. Ja, er zijn ook nog een paar jongens die wakker zijn gelukkig. Juist. Dat is de roek. Wat? Een aanbieding zeker bij de Lidl. Dat lachen jullie maar. Ja, ja jongens. Wat doen we voor de koers? Ze zien een beetje leeg zijn jullie. Ja. Wel leuk om te zien dit. Prachtig, joh. Nou, hier moet het gaan gebeuren straks. Het zat recht op. Werkelijk niet waar. Als je hard rijdt met meewind, dan ga je alle kleine poutjes voorbij. Ja, Leo van Vliet, die woont er nog. Ik weet niet voor lang nog, maar daar staan ze dan. En Karel's vriend is dat, dus had je het ook moeten weten, hè, Theo? Ja, zonder meer. Ja, ze zijn aan het zoeken, die jongens. Waarschijnlijk zullen ze me wel gespot hebben nu. Jan Beus. En Zeeman. En Tienes. Nou, dat zal heel raar zijn, maar... Ik en Tienes nog aardig in de punten komen straks. Hey! Goedendag! Hallo!
Daar staan de pijlen, jongens, daar zo. In het midden. Zijn er wat opeens druk? Geloof, hè? Huh? Geloof gewoon toch gewoon weer de goede kant uit. Nee, hoe ben je blij? Erik hebben, denk ik. Nee, dat is in de kopjesman. Oh, Jeroen. Hoe lang was dat in haar vlakbij? Ah, oh, Jeroen. Nee, hij moet in haar vlakbij. Ja, het feest is begonnen. Ja, lekker duwen. Nou. Op de een en de andere kant achter het pak. Ik heb hem al lang. Ja, dat is ik. En ik ga bij de B beginnen. Nou, er zijn er niet zoveel geweest. Nummer 3, Robert Vergering. Twee, nummer Peter Huisbroek. En nummer 1, Michel Wubben. Bij de A wil een volledige uitslag. Nummer 7, Gerben Vreugdeel. Nummer 6, Hans Middendorp. Nummer 5, Kees Bol senior. Nummer 4, Erik Kalmeijer. Nummer 3, Roy Oninghoop. Nummer 2, Jeroen Verbrugge. En nummer 1, Ruud Wennekes. Dat houdt in, dat zien we zo wel even op de uitslag van het eerste half jaar. Voor de eerste drie hebben we dan een cadeautje gehaald. Dat zien jullie misschien hier wel. Dus dan ga ik zelf even beginnen. Volgende week gaan we gewoon weer beginnen. Kun je gewoon weer Joop inzetten. Ook al heb je hem al 10 ingezet in je vorige gedeelte. Oh. Sommige mensen gewoon opnieuw weer. Maar 2 punten erop gehaald. Ja, kut, sorry. Volgende week een nieuwe kansen. We beginnen bij de B. Nummertje 3. Krijgen we weer Michel Wubben met 73 punten. Ik mag ik weer thuis komen. Nummer 2, Peter Huisbroek. Is je broer aanwezig? Of een broer aanwezig? Een van de Rijnbroekjes. Dan geldt hij dan Beuzelen. Zoenen! Hier hebben we een levenspakket bij Jan Rijs. Zit wat eten, banden, bandjes en... Hele banden. Hele banden. En dan moet je even binnenvragen. Ja, de A is heel spannend geweest. We hebben de laatste week hebben we er toch twee echte best moeten doen. Ik ga eerst beginnen met nummer 3. Met 62 punten. De man die altijd achteruit kijkt. Roy Oninghoop.
Nou, die hebben de twee die spannend gemaakt hebben. Vandaag was de beslissende slag van deze twee mensen. Nummer 2 is geworden met 84 punten. Hans Middendorp. Ik heb geen...